Een wijs man zei ooit, don't stop me now. Toen stopte hij, voor altijd. Maar gelukkig hebben we de band Killer Queen nog. En die gaat hier bij het Cardo Theater er ook iets heel moois van maken. Daar heb ik zin in. Hoe heb jij de band Killer Queen hier gekregen? Nou, dat is al een heel lang verhaal. Killer Queen is hier 6 jaar geleden geweest. En ik heb al die jaren geprobeerd om ze weer terug te krijgen. En we zitten werkelijk waar tussen een tournee in Australië, Amerika en Engeland in. Ze vliegen gelijk terug nadat ze hier gespeeld hebben. Dan zijn ze nog een beetje goed. Nou, dat denk ik wel. Als je bent uitgeroepen tot beste tribute band ter wereld, dan kun je wel wat, denk ik. Dan moet je wel wat kunnen. How long have you been doing this, performing like this? Decades, really, a long time. We started when we were kids at college. There weren't really tribute bands then, and we just wanted to do a show so we could say goodbye to Queen, because we'd never been to a Queen concert. And that's how it all started. I've been told that you've performed here a couple of years before as well. 2 years back. Yeah, that's right. Yeah, it was good fun. Can you tell us a bit about the audience here? The audience here were great. They were very, very passionate, and we've had a very quickly sold out crowd again tonight. So I guess they've come back for more. En wat kom jij hier kijken? Killer Queen. En dat is een band die Queen aandoet. Verwacht jij dat ze het goed gaan doen? Dat verwacht ik wel, want ze staan te boeken als de werelds beste coverband. Kun je mij vertellen wat je favoriete nummer is? Van Queen? Killer Queen vind ik wel een hele goeie. Nou, dat komt dan heel goed uit. Kees, ik heb gehoord dat jij ook mee gaat zingen. Met welk nummer ga je meezingen? Met alles. Ik ken Queen van voor en naar achter. Ik ken alles. Dus ik ben niet de enige. De hele zaal gaat meezingen, dat weet ik zeker. En denkt u dat ze het goed gaan doen? Ik verwacht er veel van. Kunt u ons uw favoriete nummer vertellen? Bicycle. Hartstikke goede keuze. Can you tell us why it's important to keep this music alive? I think the music lives. I don't think we're keeping it alive. I think the music lives. I think we're lucky enough to play this music that everybody loves, but we're not keeping it alive. The whole world loves this music. And people become united in a way that's very positive and a big release for everybody, for lots of people. No matter what they're carrying on their shoulders in the day, it disappears, slips off their shoulder at night, and they can all raise their arms and feel that, and that's a beautiful thing to be able to provide. That is a beautiful thing to provide. We're recording this before you're actually going on stage. I think the only thing I have left to say is I won't stop you. I won't stop you now. Oh, very good. Because we're having a good time. We're having a good time. Excellent. Heb jij nou ook een mooie snor of een lied wat je met de wereld wilt delen? Mail dan naar redactie@pluriem.nl en dan maken wij daar nieuws van.